Vi är för fega för att skiljas och för trötta för att slåss. Och den spirande romansen är sen länge slut för oss. Det vi förut kallade kärlek har blivit mer som ett förbund. Det måste till en ändring, kanske dags att skaffa hund. Ik vind het een hele mooie stadion, met name in de zomer. Zit normaal ja, tussen de 10 en tussen de 12 in Algemeen hier, elke thuiswedstrijd. Ja, het ligt prachtig in, dicht bij het centrum. Dus ik vind het echt prima stadion. Maar oké, je moet ook ja, staanplaats daar moet weg en daar misschien. En dan ja, helemaal rond. Zou natuurlijk mooi zijn, maar het is ook een kwestie van geld natuurlijk. Yeah. Could you tell us what kind of player is Erik Edman? Left back, very good left foot, and a lot of experience. Of course, he's been around Europe for several years, and that's good to have in the locker room. Ik zat bij een andere Zweedse club, AEK, en toen hebben Heerenveen mij gebeld om daarheen te komen. Het was 2001 volgens mij. We hadden wel. Ik heb een Intertoto beker wedstrijdje gezien. Albeck en Romano Denneboom spelen toen in de voorhoede. Tegen Basel volgens mij. Nu hebben ze verloren thuis. En daarna heb ik getekend. We hebben hele goede elftal toen, vond ik. Met Hans Vonk, met Tieme Klompen, Hansma, Ronnie Venema. En op het middenveld zat Arek Radomski, fantastisch voetballer. Jeffrey Talan en Daniel Jensen. Ook Leurling op links en Albeck natuurlijk in de midden. En dan voorzet koning van Finland, Mika Nurmela. Dat is wel een aardig elftal, vond ik. Ja. Nou, Erik Edman is een voetballende linksback. Iemand die er graag van houdt om lekker te voetballen. Is niet iemand die de bal vaak naar voren trapt. Is hij belangrijk voor het team? Ja, ik denk heel belangrijk, vooral met zijn ervaring. Hij heeft natuurlijk lang in het buitenland gevoetbald. En ik denk dat hij heel belangrijk is voor het team, vooral voor jonge spelers. Ja, ik kwam van mijn ouders toen ik was 15. Dan heb ik hier 5 jaar meegemaakt. We hebben kampioen geworden en bekerkampioen geworden. Voordat ik wegging dan. Ja, dat is een mooie periode. Misschien een van de mooiste perioden in mijn carrière natuurlijk. En ook de laatste 20 jaar van deze club. Edman. En het is 1-0. Ja, ik heb wel drie mooie jaren gehad. De eerste was misschien mijn beste. De tweede was wat minder. En dan de derde weer beter. Ik vond wel, ja, Europees voetbal halen was mooi, een hoogtepunt, vond ik. En ook die grote thuiswedstrijden tegen Ajax hebben we 5-1 gewonnen. En nu is het raak. Vrij ingekopt door Marcus Albeck. Albeck was echt super. Het hele team was gewoon fantastisch. En we hebben ook tegen goede spelers, dat zie je ook nu terug. Met Van der Vaart en Kivu en Trabelsi en dat soort spelers. En hebben hele, Maxwell was er ook. Hele fantastische elftal, Zlatan. Fantastische elftal. En hun hebben wij met 5-1 gewonnen. He's been very important this season. With his experience, he's doing a lot for a squad with a lot of young players. Yeah, but Helsingborg has a lot of young players, so he can help the young players to become a better player. Yeah, on the pitch and in the dressing room, he's very good for the young players. Toen ik mijn laatste contract in Engeland tekende, dan wouden we ja na dat contract hier terug. We hadden al huizen gekocht en hadden van plannen om hier weer te voetballen. Mijn ja. Een paar jaar voordat ik ga stoppen. Ja, want dit is natuurlijk jouw club en ze willen jou graag terug hebben.
Ja, en hadden ook een linksback nodig toen ik wilde komen. En we waren vrijwel snel uit met elkaar. Ik ken Erik nu al bijna 4 jaar. En ik heb 3 jaar met hem doorgebracht bij Wigan Athletic. En ik denk dat ik daar heel veel over Erik te weten ben gekomen. Dus ik denk dat hij een van de jongens is waar ik veel contact mee heb. Hoe is zijn karakter? Heel lief. Hele, hele lieve jongen. Hele lieve jongen, ja. Verder kan je gewoon echt heel erg met hem lachen. Ik heb 1 keer wedstrijd dit jaar gezien. De Graafschap uit. Op Zweedse Kanaal Plus. Niet de beste wedstrijd van Heerenveen? Nee, ik vond minder. We hebben ook 3-2 verloren. Natuurlijk is dat niet... Dat is teleurstellend natuurlijk. Maar je volgt het af en toe nog wel? Ja, ik zie de uitslag elke week. Ik weet ook... Een paar spelers ken ik nog steeds daar. Ik heb met Mika Weijnen gevoetbald. Ik spreek met Isaacson af en toe. Ja, dus de keeper van PSV. Ja, ja, ja. Dus ik volg wel Heerenveen ook en de Nederlandse voetbal nog steeds. Ja, want het was een mooie tijd in Nederland. Ja, zeker. Heel belangrijk en een hele mooie periode voor me geweest.